kunstschilder. Ik heb opleiding gevolgd Sint-Lucas Brussel en Sint-Lucas Gent. En ik woon in Lichtervelde samen met mijn vriendin Helena en mijn zoontjes Castor en Bastiaan. De schilderijen van de familie Nevelspook zijn allemaal gebaseerd op oude foto's. Foto's die in het publiek domein zijn, waar dus geen auteursrecht meer op zit. En de term spook verwijst ook naar wat spoken ze uit, wat doen ze, wat is hun mysterie, wat is hun geheim. De familienaam Nevelspook is een speurtocht geweest naar de juiste typering voor de portretjes. Van de schimmige figuren, de mysteries, de verhalen. En ik heb een lijst van mogelijke woorden opgeschreven en combinaties gemaakt en gezocht en geprobeerd. En plots was er Nevelspook. En dat leek me de perfecte naam. Maar toen ik op Google Nevelspook intikte, kreeg ik enorm veel hits. En toen veranderde ik de familienaam naar Spook met CK en kreeg ik 0 hits op Google. En dat was uniek. En dat was het. Een kort overzicht van een aantal reeksen die ik geschilderd heb is, ik begon met grote doeken met wolken, schilderen van puur wolken, die waren redelijk abstract, waarna ik de focus verlegde naar meer naar het landschap. Daarnaast schilder ik ook mysterieuze figuren, bijna portretten, maar fantasiewezens. Toen kwam een variatie daarop waren de figuren in de nacht die ik schilderde, een duistere reeks met dreigende figuren. Daarna werd het iets luchtiger met een project die ik Kunst op Reis doopte, waarbij ik schilderijen, iets luchtiger van uitzicht, doorgaf aan verschillende mensen die dan op hun beurt het schilderij doorgaven aan andere mensen. En zo maakten een aantal schilderijen een hele reis, niet alleen binnen België, maar ook Europa en tot zelfs in Amerika. Een ander project van me was de Nocturne, een tentoonstelling bij kaarslicht, waarbij de tentoonstellingsruimte volledig verduisterd werd en de toeschouwers kregen een kaarsje mee in de hand om zo van dicht en van ver de schilderijen te gaan bekijken. Wie een portret uit de familie koopt, mag het personage een eigen unieke voornaam geven. Daar hoort ook een uniek kort verhaal bij, die alleen voor de koper bestemd is. En voor het kort verhaal baseer ik me op enkele feiten of het leven van de koper zelf. Dus het is een kort verhaal op maat geschreven. Verder kan de koper ook beslissen van dit portret, schilder daar nu een keer de grootvader van. Of van dat personage schilder nu de kleindochter. En zo beslist de koper mee hoe de familie Nevelspook zich vertakt. Het is voor mij heel moeilijk om een favoriet schilderij uit de reeks te kiezen, omdat elk afgewerkt schilderij is voor mij heel, heel sterk. Ik hou niet van halfwerk. Maar als ik er één moet uitkiezen, gaat het over een portret.
portret van een oude dame. Een schilderij dat ik heel vlot geschilderd heb. En die een dame die heel strak voor haar uitkijkt. Waarbij het heel moeilijk is om te denken, om te verzinnen. Wat denkt zij nu? Waar is zij nu mee bezig? Heel fascinerend werk. Schilderijen zijn niet altijd even toegankelijk, maar dat hoeft ook niet. Ik schilder soms vreemde taferelen, bizarre onderwerpen, in plaats van brave landschappen of eenvoudige taferelen. Ik zoek het mysterie op, ik roep vragen op. Eerder vragen oproepen dan ze te beantwoorden. Ik laat het liever aan de toeschouwer over. Om die vragen voor zichzelf te beantwoorden. Je kan mijn familie Nevelspook vinden op mijn website. Dat is www.maartenwiedogen.be. Of anders mij volgen op Facebook. Schilderkunst Maarten Wiedogen.